أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Als eerst mag Allah subhanahu wa ta'ala onze vasten aanvaarden. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons tot diegenen doen behoren die hij vrijstelling geeft van Jahannam tijdens deze mooie nachten. Rasul heeft gezegd: Lillahi fi kulli laylatin min Ramadan utaqa min an-nar. Allah heeft in de Ramadan, elke nacht van de Ramadan, specifieke mensen die hij een vrijstelling geeft van Jahannam. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons tot hen doen behoren. En zoals ik heb beloofd om tijdens de Ramadan mijn lezingen altijd te beginnen met deze woorden. Mijn beste broeders, zusters. Ramadan kan je maken, kan je breken. Ramadan kan jou een hoge plek geven in Jannah. Ramadan, ja, ik blas ik weer in Jannah. Maar Ramadan kan je ook naar Jahannam brengen. Het is of. Dat is het gevaarlijke van Ramadan. Ramadan is mooi, is prachtig. Er zit veel beloningen in, maar aan de andere kant, Ramadan kan je Na'udu billah naar Jahannam brengen. Ramadan, door middel van Ramadan kan je het paradijs winnen? Oh ja, zeker. We hebben de hadith net al genoemd. Rasul heeft gezegd dat elke nacht Allah subhanahu wa ta'ala heeft specifieke mensen die hij vrijstelling geeft van Jahannam. En die weer, en hun naam wordt opgeschreven in de mensen die naar Jannah gaan. Dat wil zeggen dat Ramadan jou heeft gemaakt, waardoor jij naar Jannah gaat. Maar, zoals ik zei, als je Ramadan niet goed gebruikt, als je Ramadan niet gebruikt hoe het hoort, niet benut, dan kan Ramadan een reden zijn voor jou, na'udhu billah, om naar Jahannam te gaan. Want Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam een keer ging de minbar op en hij zei Amin, Amin, Amin. Bij elke tree zei hij Amin. Sahaba zei de Heer sallallahu alayhi wa sallam, u deed iets wat u nooit eerder hebt gedaan. Wat is het? Waarom zei u Amin? En wanneer zegt iemand Amin? Als er een dua is, toch? Hij zei, Jibril is bij mij gekomen en hij heeft 3 dua's gedaan. Waar het mij om gaat, de laatste dua, de derde tree. De eerste en de tweede laten we voor een andere keer. De derde tree, wat heeft Jibril alayhi salam gezegd en wat voor dua heeft hij gedaan? Qala Jibril alayhi salam. Ja Mohammed, men adraka Ramadan, walam yughfar lah, ab'adahu Allah. Wie Ramadan meemaakt en Allah heeft hem niet vergeven, mag Allah hem ver doen zetten. Als Allah een persoon ver doet zetten, waar komt hij terecht? In Jahannam. In Jahannam. Als Allah jou ver heeft gegooid van hem, dan de enige plek waar men terecht komt, is Jahannam. En dat is 1 overlevering. In de tweede overlevering, قال Jibril, لعنه الله. Wie Ramadan meemaakt en hij heeft niet de vergeving gekregen, mag Allah hem vervloeken. En in een andere overlevering, in een andere riwaya, Jibril heeft gezegd, La ghafar Allahu lah, mag Allah hem nooit vergeven. En wie zegt Amin? Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dat wil zeggen, mijn beste broeders en zusters, dua 100% verhoord. Jibril is degene die dua doet. En degene die Amin zegt is Rasulullah sallallahu, de beste van de beste. Jibril is de beste van de engelen. En Rasulullah is de beste van de engelen en de mens. Dus dan is dua zeker verhoord. Daarom zeg ik, kijk uit. Ramadan kan jou maken, maar kan jou ook breken. En dat ligt echt aan jou, jouw intentie, hoe je Ramadan gebruikt. We zijn nu al hoeveel dagen? 10, 11 dagen verder. 12 al. La ilaha illallah. 12 dagen al. Wij zijn bijna aan de helft van onze maand. En dan moet je naar jezelf kijken. Hoe ben ik? Ben ik veranderd? Hoe is mijn aanbidding? Ben ik dichter bij Allah gekomen? Hoe gaat het met mij? Hoe is mijn iman? Als je ziet, mashallah, je bent dichter bij Allah, je houdt je bezig met de dien, et cetera, et cetera. Alhamdulillah, inshallah is dat een teken van goed. Maar jij bent nog hetzelfde. Er is niks veranderd aan jou. Voor Ramadan was je hoe je was. En binnen Ramadan was je hoe je was voor de Ramadan. Gewoon, er is niks veranderd aan jou of weinig. Dan is het echt tijd om toba te verrichten. Terug te keren voordat het te laat is. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden. Zal Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamana. Het onderwerp die wij hebben gekozen voor vandaag is hoe en wat na het graf. Het doel van het kiezen van dit onderwerp en de reden is, we hebben gezien, ik praat dan over mezelf, ik heb gezien dat wij als moslims zoveel achter het wereldse aanrennen, dat het lijkt alsof we niet doodgaan. We denken soms niet aan de dood. Het lijkt alsof wij forever op deze aarde gaan leven. We hechten zoveel waarde aan het wereldse, dat we het hiernamaals als Akhira bijna, ik zeg niet vergeten, na'udu billah, want dat kan niet. Het lijkt alsof we het vergeten zijn, bijna vergeten zijn. Daarom heb ik gezegd van oké, laten we dan even, om mezelf eraan te herinneren. En jullie allemaal, inshallah ta'ala, laten we kijken hoe ziet het eruit. Want een persoon is al 60, 70, 80, 90, 100 jaar. Hoe lang zou je leven? Rasul heeft het gezegd. A'mar ummati bayna 60 wa 70. Het leeftijdsduur van mijn umma is tussen 60 en 70. Dat is het. Wa qalil man yatajawaz al-100. Heel weinig die de 100 bereiken. En we zien het. Mensen rond deze, meestal gaan mensen rond deze leeftijd overleden. En 60 jaar, weet je wat 60 jaar is? 70 jaar. Tegenover het echte leven. Het echte leven begint na het hier, na de dood. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: wa inna yawman, subhanallah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alf sanatin mimma ta'uddun. Een dag, één dag van het hiernamaals komt overeen met 1000 jaar van deze wereld. Dus als jij 1000 jaar geleefd hebt in deze wereld, dan heb je één dag van het hiernamaals geleefd. En ik ga zo meteen zeggen dat we alleen als we opstaan van onze graven, moeten we 50.000 jaar van de wereld, van het Akhira jaren wachten. Dat zijn pas leven. Dat is leven. Daarom moeten wij onze... Ik heb het een keer uitgerekend, kwam ik op 2,5 uur. Deze wereld, 60 jaar, komt overeen met 2,5 uur van het hiernamaals. Dat is jouw leven. En deze 2,5 uur, die 60 jaar die jij hebt, als je die goed gebruikt, Allahu Akbar, zou je succes behalen forever. Voor altijd. Gebruik je die niet goed, dan heb je een probleem. Dan heb je echt een hele grote probleem. Want, mijn beste broeders en zusters, het hiernamaals begint als volgt. Allah subhanahu wa ta'ala heeft een melk, een engel, geschapen. Die heet Israfil. Zijn taak, hij heeft geen andere taak. Alleen maar blazen. Hij zal 2 keer blazen in de hoorn. Dat is de sterke overlevering. Sommige leden, er is een overlevering met 3, maar de sterke is 2 keer. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook in de Koran heeft aangeduid. Allah zegt: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Dit is de nafga, al-ula, de eerste blazing. Hij zal in de hoorn blazen. En als hij gaat blazen, Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Fasa'iqa. Weet je wat saq betekent? Als je zo'n elektrische shock krijgt en je gaat neer, dat is wat er gaat gebeuren. En als je uitgebreid wil weten wat er gaat gebeuren, Lees, zoals de Rasulullah heeft gezegd, men arada minkumu en ya'lama hal al-akhirah. Wie van jullie, hal al-sa'a, wie van jullie wil weten hoe de uur gaat aanbreken? Lees. Idha Shamsu Kuwwirat wa idha nujumun kadarat. Deze surah. Surat at-Takwir. Idha Shamsu Kuwwirat. En daarna lees. Idha Samaa'un Fatarat. Lees. Idha Samaa'un Shaqqat. Lees. Was Samaa'i Zaatil Buruj. Als je deze 5 surahs leest, dan krijg je een hele beeld wat er gaat gebeuren. Idha Samaa'un Fatarat. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. Weet je wat er gaat gebeuren? Als hij gaat blazen, iedereen gaat dood. De mens die krijgt een fasa'iq, die krijgt een elektrische shock als het ware. Die is gelijk plat. Maar weet je wat er gaat gebeuren met de hemelen? Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat de hemelen zullen breken. En kawakib, dat is meervoud van kawkab. De planeten. Dus zullen uit elkaar barsten. De aarde zal een hele andere aarde worden. Die zal helemaal door elkaar gaan. Weet je wat er gaat gebeuren met de bergen? Allah zegt, وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. Jibal, gigantisch grote bergen, die worden zand. Die worden niks. Alles zal veranderen door alleen maar één blaas. En weet je wat de Rasul heeft gezegd? Inna Israfil multaqimus sur shakhisun basarahu ila rabbil alamin yantadiru idnah. De Rasul heeft gezegd, Israfil die heeft de hoorn al vastgepakt. Toen de Rasul gestuurd is, heeft hem gelijk vast, want dat is de einde. De Rasul is een teken, alama min alamat as-sa'a. Bi'athatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Een teken van het eind van de wereld is dat de Rasul is gestuurd. Hij zegt, hij heeft de hoorn gepakt. En hij kijkt, zoals wij zeggen, met open ogen, wacht hij op de opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala van nu. En als hij dan de opdracht krijgt, gaat hij blazen en gaat alles vernietigd worden. Ik wil daar niet te diep op ingaan, want dat is op zich een lezing apart. Wat er gaat gebeuren, la ilaha illallah. Wat gaat gebeuren met de maan? Wat gaat er gebeuren met de zon? Wat gaat er gebeuren met deze aarde? Wat gaat er gebeuren met de bergen? Wat gaat er gebeuren met alles? Alles zal vergaan. Misschien hebben jullie wel die film gezien, de Doom of de 2012. Nee, die films die zij maken over het einde van de wereld. Wat ze daar, niet alles, maar vele zaken wat ze daar noemen, gaat ook gebeuren. Want dat hebben ze van de hadith en van de Koran. Hoe dat, die hele klaps en hele. En daarna, wat gaat er gebeuren? Plat. Geen mens, geen engel. Geen mens, geen engel, geen djinn. Niemand zal er zijn. Niemand. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gaat een oproep doen. Limanil mulkul yawm. Aina al-jababira. Aina al-mutakabbirun. Allah gaat zeggen, voor wie is de koninkrijk vandaag? Wie is de koning vandaag? Waar zijn al die grote gasten van jullie? Die denken, wij hebben de macht. Waar zijn die machthebbers? Waar zijn die hoogmoedige mensen? Waar zijn jullie allemaal de dag van vandaag? Falan yujiba ahad. Niemand kan antwoord geven. Er is niemand. Allah herhaalt de tweede keer. Limanil mulkul yawm. Niemand kan antwoorden. Limanil mulkul yawm. Tot de 3 keer toe, Allah gaat het herhalen. Geef antwoord. Oh, diegene, Namrud, Fir'aun, Trump, weet ik veel allemaal. Die denken, wij hebben alles. Where are you today? Waar ben je vandaag? Niemand. Allah gaat antwoord geven. Lillahil wahidil qahhar. Al-mulk, de koninkrijk vandaag is voor wie? Lillah. Voor Allah, de enige. En niemand als Al-Qahhar, die iedereen onder zijn macht heeft. En dan gaat hij opdracht geven aan Israfil weer. Israfil blaast voor de tweede keer. Allah zegt, فَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. Tweede blazing. Allah gaat zeggen, en dan gaat hij tweede keer blazen. Wat gebeurt er? فَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Na de tweede blazing, dat heet al-ba'th, der opstanding, de dag der opstanding. Iedere mens, iedere dier, iedere wezen wat Allah heeft geschapen, gaat tot stand komen. Wij, mensen, wij zijn zoals een plant. Weet je, als jij een plant, om een plant te hebben, wat zet je in de grond? Een zaad, een zaadje. Weet je waar onze zaad is? Wij hebben onze zaad, die dragen we. En het moment dat wij doodgaan en we worden begraven, alles zal vergaan behalve jou. Eén kleine zaadje, één puntje van jou gaat niet vergaan. En dat heet op zijn Nederlands stuitje. De stuitje, in het Arabisch, dat is het laatste, de ruggraat, dat laatste puntje, die gaat niet vergaan, zoals in de hadith is overleverd. Zoals men heeft gezegd, Jafna min ibn Adam, kull shay'in illa adzu dhanab. Alles zal vergaan behalve dat. En van dat zal Allah subhanahu wa ta'ala als een bloem, als een plant tot leven weer brengen. Dan gaan we staan vanuit, groeien als het ware vanuit de aarde, uit onze graven gaan we groeien. Hoe ga je groeien? Hoe kom je tot stand? De eerste persoon over wie zijn graf gaat open, alladhi yanshaq. Subhanallah, hatta Rasul sallam heeft echt de woorden gebruikt alsof het een plant is. Want als een zaad naar boven komt, wat gebeurt er met de aarde? Die gaat een beetje open. En die tak, die vindt zijn weg naar boven. Zo ook de mens. En de eerste persoon die naar boven komt, die tot stand wordt gebracht, is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De eerste, niet Adam, niet Isa, niet Musa, niemand anders. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Awwal man tushaqqu anhu al-ard yawm al-qiyamah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zoals hij zelf heeft gezegd. Ana awwal man tushaqqu anhu al-ard. Hij zegt, dan ga ik opstaan. Zoals men heeft het beschreven. Hij zegt, ik ga opstaan en ik ga de zand en de aarde van mezelf wegvegen. En ik ga mijn ogen open doen. En ik ga de zand wegvegen van mijn ogen. Hij beschrijft de details. En dan zullen de rest, eerst de boodschappers, daarna de profeten. En daarna de rest van de mensen tot stand komen. Dan gaan we allemaal tot stand komen. En hoe zal je naar boven komen? Geloof me, niet met kleren. We gaan niet tot stand komen, opstaan met onze kleren. Zoals het maqaal, يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا. Hufaat, geen schoenen. Urat, geen kleren. Ghurlan, je bent compleet, zelfs onbesneden, dat is het woord. Onbesneden. We zullen opstaan, onbesneden, compleet. Aisha, radiyallahu anha, de overleveraar van de hadith, zij was aan het luisteren. Qalat ya Rasulallah, ar-rijal wa nisa. Man en vrouw door elkaar. Want als je nu naar de begraafplaats gaat. Het is niet, want we hebben toch niet een plek gas voor de vrouwen. Nee, een plek alleen maar voor de mannen. Het is man, vrouw, kind, alles door elkaar. Aisha, het eerste wat, toen zij hoorde dat wij zo gaan opstaan, ze schrok. Ja, Rasulullah, man en vrouw door elkaar. Qala laha ya Aisha, al-amru ashaddu min dhalik. Het moment is veel moeilijker dan dat. Geloof me, niemand die dan naar iemand anders gaat kijken, want waarom? Waarom is het een moeilijke tijd dat je in shock gaat zijn op dat moment? En wie gaat in shock zijn? Iedere mens. Iedereen. Want wat gaat er gebeuren? Allah subhanahu wa ta'ala, zodra wij uit de grond komen, gaat hij de opdracht geven. Ja, Rabbi, ja, Rabbi. Hij gaat opdracht geven aan 70.000 engelen. Niet één, niet 70.000. Nee, wat zag ik? Astaghfirullah, sorry. Ik heb een foute berekening gedaan. Aan 4,9 miljard. 4,9 miljard engelen gaat hij de opdracht geven. Wat gaan ze doen? Hij gaat ze opdracht geven om Jahannam naar voren te brengen. Ga en breng Jahannam naar voren. Als jij zo'n gigantisch aantal engelen ziet die Jahannam naar voren brengen. Geloof me, heb je nog een Jahannam laha lahab. Lahab is de vuur, die eet zichzelf als het ware. De vlammen die vliegen overal. In de hadith Rasulullah heeft gezegd: Yu'ta bi Jahannam yawm al-qiyamah wa laha 70,000 zimam. Dag des oordeels wordt Jahannam naar voren gebracht met 70,000 kettingen. Wa ma'a kulli zimam 70,000 melek. En bij elke touw of ketting 70,000 engelen. 70,000 keer 70,000, hoeveel is dat? Nu begrijp je, 4,9 miljard. 4,9 miljard engelen, Allahu Akbar, die alleen maar Jahannam gaan trekken. Iedereen is in shock. Weet je wat er gaat gebeuren dan? Iedereen, je ziet Jahannam, die. En Allah subhanahu wa ta'ala, boos. In de hadith, فَيَخْرُجُ لَهَبٌ مِنَ النَّارِ. Dit is net we zijn net uit de grond, hè? Net uit de grond, dus er is nog geen hisab, geen boek, geen wegschaal, niks. Net uit de grond. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا يا رب. فَيَخْرُجُ لَهَبٌ مِنَ النَّارِ. Lahab is een vlam. In mijn woorden, als een tong als het ware. Als een vlam die komt uit Jahannam. فَيَأْخُذُ كُلَّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. Voor alles, het eerste wat hij doet, die komt langs jou. En die gaat iedereen die hoogmoedig was in deze wereld. Die dacht ik. Die gaat hem als eerste pakken. Dit is nog... Niks is nog gebeurd. Hè? Begrijp je wat ik bedoel? Het is nog niet van Mizan, Sirat en... Nee. We doen net onze ogen open als het ware. En je ziet een vlam voor jou. En die pakt iemand naast jou die zo'n hoogmoedige persoon is. En die wordt in Jahannam gegooid. Geloof me, als je dat ziet... Ga je nog denken van, is dit een man of een vrouw? Wat voor vrouw is het? Wat voor man is het? Heel eerlijk. Ga je daar nog aan denken? Allah is zo boos. Daarna, wat gebeurt er? Na dat gebeuren, yuhsharun nas. Daarna gaan we verzamelen. Naar een meidan al-hashr. Een grote plein als het ware. Zoals men heeft die beschreven. Het is wit. Die plein is zo wit. Die aarde is zo wit, want er is geen één zonde erop gedaan. Jullie weten, door middel van onze zonde, zelfs de stenen worden zwart. Want al-Hajar al-Aswad, die in de Kaaba is, die was wit. Hè? Die was toen Allah subhanahu wa ta'ala vanuit Jannah, die aan Ibrahim a.s. heeft gegeven om in die plek te zetten, straalde licht uit. Was noor, wit. Qala sallallahu Ma sawwadatu illa dunubu bani Adam. Hij is zwart geworden door de zonde van bani Adam. Dus die grond is wit. Puur wit. En daar worden we naartoe verzameld. Hoe zullen we verzameld worden? Dat is ook weer een hele... Alles is in de hadith, alhamdulillah, uitgebreid. Elke boodschapper, elke profeet zal zijn volk bij zich hebben. Dus wij, inshallah, zullen we met Rasulullah sallam zijn. En die gaat kijken, waar is iedereen? Hij gaat, al kent hij ons niet, maar hij gaat ons herkennen. En hij gaat ons opzoeken. Waar is mijn ummah? Waar is mijn ummah? En hij gaat... En binnen de ummah, dus dan heb je... Elke boodschapper, elke profeet heeft zijn eigen volk. In de hadith, er zal misschien een boodschapper komen, een profeet komen, sorry. Ya'ti nabiyyun, wa laysa ma'ahu ahad. Er komt een boodschapper Een profeet, niemand die hem heeft gevolgd. Niemand, hij is helemaal alleen. Want er wordt een onderscheid gemaakt. Moslims apart, ongelovigen apart. En moslims bedoel ik mee, die in Musa a.s. in de tijd van Musa hebben geloofd. De christenen in de tijd van Isa a.s. in de tijd van Ibrahim. Dus iedereen die in Allah heeft geloofd en in de profeet die naar hem is gestuurd. Die wordt dan eerst separated, gescheiden. Die worden eerst gescheiden en Rasulullah zegt, er komt een profeet, niemand is met hem, helemaal alleen. Er komt een profeet met 1 of 2 mensen met hem. Sidna Lot, alayhi salam. Weet je hoeveel mensen met hem zullen zijn? Ik ga het niet moeilijk maken voor jullie. 7. Alleen zijn dochters, niemand anders. Zijn vrouw was geen moslima, zijn hele volk. Alleen zijn dochters zijn... Dus hij zou komen met 7 mensen. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wij zijn de grootste umma. Wij, Rasulullah zou met de grootste groep komen. En binnen de groep van Rasulullah, binnen de umma, zullen er groeperingen zijn. Een shahid zal mensen bij zich hebben. Een hafiz al-Quran, et cetera, et cetera, et cetera. Wij gaan naar de mahshar. Wij gaan daar staan. Allah gaat opdracht geven aan de zon. Kom naar beneden. Ga schijnen. Een nieuwe zon, niet deze zon. Het is een hele andere zon. Die nog feller en sterker is. En die zal dalen tot een mijl boven onze hoofd. Een mijl heeft 2 betekenissen. Datgene wat een vrouw gebruikt om haar ogen, kuhul, zo'n potlood, oogpotlood. Dat heet in het Arabisch mijl. En de tweede betekenis is, de mijl is ook de afstand. En dat is 1,6 kilometer. Laten we zeggen 1,6 kilometer. Dag des oordeels, de zon zal boven onze hoofd zijn aan 2 kilometer, dat is die. Maak er 2 kilometer van. 1,5 kilometer boven onze hoofd. Weet je hoe ver de zon nu is? Miljoenen lichtjaren. Miljoenen. En als het een beetje warm is, dan gaan we uit onze kleren en iedereen gaat gek. Oh, het is te warm. Hoe zou het zijn als de zon zo dicht bij ons is? Mensen zullen beginnen te zweten. Zoals men heeft gezegd. Mensen zullen beginnen zweten en de zweet zal... Sab'ina kharifan. Kharif betekent 1 jaar. Het zal 70 jaar in de grond gaan. Voor 70 jaar. Dan pas begint hij op te komen, jouw zweet. En dan komt hij of tot je enkel, of tot je knie, of tot je middel, of tot je nek. Of sommigen zullen zuipen in hun eigen, zweet. Maar 7 soort categorieën mensen van de moslims, die zullen daar niet tussen zitten. Mocht Allah ons tot hen doen behoren. Voor de jongeren, zoals men heeft gezegd, een van die mensen... is shabun nasha'a fi ibadatillah. Een jonge gast zoals jullie, zoals jij, vanaf zijn jonge leeftijd, vanaf zijn 13e, 12e, is hij bezig met zijn dien. Hij houdt zich bezig met zijn dien. Tuurlijk, hij maakt ook foutjes hier en daar, maar hij is mashallah altijd in de moskee, altijd bezig met zijn dien. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen deze yogi, tegen deze man, kom jij? Ja hoor, daar niet tussen. Ga onder in de schaduw van mijn troon. In de schaduw van de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. En een tweede persoon. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Weet je wat dat betekent? Is een persoon die zijn hart zit in de moskee. Wanneer ga ik weer terug naar de moskee? En niet van wanneer gaan we weer naar buiten? Nee, hij verlangt ernaar om naar de moskee te gaan. Als een gebed voorbij is en hij moet naar buiten omdat hij moet werken of gaan slapen. Of, hij kijkt ook weer, wanneer is de volgende gebed zodat ik weer naar de moskee ga. Qalbuhu mu'allaq. Zijn hart hangt in de moskee als het ware. Hij gaat naar buiten zonder hart. Het hart blijft hier als het ware. En nog andere 5. Maar de hadith is lang. Waar het mij om gaat, er zullen mensen in de troon van Allah, in de schaduw van de troon van Allah subhanahu wa ta'ala zitten. Dat moment zal 50.000 jaar duren. 50.000 jaar. Mensen zullen het zullen zat raken. Letterlijk. Safi. Zo erg dat ze zeggen, ja Rab, als u ons naar Jahannam wil brengen, doe dat maar beter dan hier staan. En niemand durft met Allah te praten. Niemand. De hele mensheid, die gaat naar Adam alayhi salam. Iedereen is bang. Iedereen shaked, iedereen is aan het wibberen, bang. Ja Adam, ala tara ila ma nahnu fih. Ja Adam, anta Abu al-Bashar, khalaqaka Allahu biyadih. O Adam, jij bent de vader van de mensheid. Allah heeft je zelf geschapen. Jij bent de eerste. Zie je niet waar wij in zitten? Kan je niet bemiddelen bij Allah subhanahu wa ta'ala? Ja Adam, kan je niet bemiddelen voor ons? Zodat Allah subhanahu wa ta'ala, vina Jannah, Jannah, vina Jahannam, Jahannam, klaar. فيقول آدم إني أذنبت ذنبا إني أذنبت ذنبا وإن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب من قبله مثله قط اذهبوا إلى غيري. Hij gaat zeggen, kijk, ik heb één zonde begaan. Eén zonde. Hoeveel heb ik begaan? Hoeveel heb jij begaan? Hoeveel hebben wij gedaan? Eén zonde. En wie is het? Adam. En die zonde die hij heeft begaan in Jannah, Allah heeft hem gezegd niet eten en hij heeft toch gegeten. Heeft Allah hem die zonde vergeven of niet? 100%. Allah zegt in de Koran, فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ. En we hebben hem die zonde vergeven. Allah zegt in verschillende ayat, in meer dan 7 ayat in de Koran, ik heb hem vergeven. Ik heb je vergeven, ja Adam. En wat zegt Adam nu? Ik ben bang, sorry. Ik heb één zonde, die al vergeven is. Weet jij dat jouw zonden vergeven zijn? Weten we dat? En voor ons lijkt het alsof wij, weet je, alsof we al in Jannah zitten. Allah, Adam a.s. die gaat zeggen, ik heb één zonde begaan en ik weet het niet vandaag. Ik weet het niet. Allah is zo boos. Hij is nog nooit zo boos geweest. Hij is nog nooit eerder zo boos geweest. Idhabu ila ghairi. Ga weg van mij. Ga. Ga naar Noor. Ga Noor. Hij is de eerste boodschapper. Wij gaan allen massaal miljarden, biljarden mensen... Moslims, niet-moslims, iedereen. Gaan we naar Noor. Ja, Noor. Anta awwalu rusulillah. Jij bent de eerste boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala. Kan je niet zien waar wij in zitten? Hij zegt, luister. Ik had één da'wa. Ik had één dua. Kanat li da'watun. Ik heb één dua gekregen van Allah. En ik had die eigenlijk voor vandaag moeten bewaren, maar ik heb die al gezegd. En ik ben bang dat Allah subhanahu wa ta'ala mij daarvoor gaat straffen. Waarom heb je hem gebruikt, ja Noor? Noor is bang. Allah heeft hem die dua gegeven om te gebruiken wanneer hij wilt. Maar hij is nu bang van dat Allah tegen hem gaat zeggen, ja Noor, waarom heb jij die dua gebruikt op aarde? Daar is hij al bang voor. Terwijl Allah hem de opdracht heeft gegeven, gebruik hem. En hij zegt, ik heb die dua al gebruikt, dus ik weet het niet. Ga weg van mij. Naar wie? Hij zegt, ga naar Ibrahim alayhi salam. Wij komen naar Ibrahim. Ja Ibrahim. Jij bent de vader van de boodschappers. We gaan hem allemaal prijzen. Kan je niet bemiddelen voor ons? Sayyidina Ibrahim gaat zeggen, inni kadabtu thalatha kadabat. Ik heb 3 leugentjes. En geloof me, geen één is een leugen. Het waren geen leugens. En het waren allemaal voordien. Wat me even binnenschiet, is de leugen toen zijn vader zei tegen hem, kom met mij naar onze tempel. Hij zei, ik voel me niet goed, ik voel me slecht, ik ben ziek. En hij bedoelde mee, wij zijn allemaal ziek van het hart. Wie heeft het schone hart van ons? Onze harten zijn allemaal ziek. En toen de Namrud over zijn vrouw vroeg, wie is zij? Over Sarah. Hij zei, dit is mijn zuster. Het is ook zijn zuster, maar het zijn geen leugens. Alleen, hij zag ze wel als een leugen en hij zegt, ik weet het niet. Misschien gaat Allah subhanahu wa ta'ala mij daar keihard op aanpakken. Waarom heb je dat gezegd? Ga naar Musa. Wij gaan naar Musa. Sayyidina Musa alayhi salam. Hetzelfde vraag. Musa gaat zeggen, ik heb iemand vermoord. Onbewust. En maar hij zegt wel vermoord. Terwijl hij, want hij wilde hem duwen. En die viel en is die, hij heeft het niet expres gedaan. Hij zegt, maar ik weet het niet. Misschien gaat Allah mij daarvoor straffen. Ga weg van mij. Dan gaan we naar Isa. Hij gaat ons sturen naar Sayyidina Isa alayhi salam. Isa alayhi salam die gaat geen zonde noemen. Maar die gaat zeggen, ik ben daar niet de geschikte persoon voor. Ga naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wat ik hiermee wil zeggen is, weet jullie wie deze profeten zijn of niet? Het zijn niet zomaar profeten, hè? Het zijn geen zomaar boodschappers. Want in de islam hebben wij de uitverkoren boodschappers. Ulul azmi min ar-rusul. En dat zijn deze 4 plus Rasul sallam. Adam, Noah, Ibrahim, Musa en Isa en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dit zijn de uitverkoren, de beste boodschappers. En op die dag zullen ze bang zijn. Hoe moet ik dan zijn? Hoe moet jij zijn? Geloof me, dat is de dag waarover Allah zegt: يَوْمَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Hij zegt, mensen, een vrouw die dan, als ze net zwanger zou zijn, gaat ze gelijk bevallen. En een kind, يَوْمَ يَشِيبُ الْوِلْدَانِ. In een andere ayah, hij zegt, dat is de dag dat een kind gelijk per direct 80 jaar wordt. Van de angst. En dan gaan we naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Als we bij Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aankomen. Wij gaan zeggen, ja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, u bent Habib Allah, dit, we gaan prijzen. Rasulullah gaat zeggen, Anala, ik ben daar de geschikte persoon voor. Kijk, wij weten nu dat hij de geschikte persoon is. Maar wat is de reden dat wij dan niet gelijk naar hem gaan? Omdat je zo bang bent, dan ga je kiezen naar de beste van de beste. Dan denk je, Adam, weet je, Adam, kom op, de vader. Hij is gemaakt door Allah subhanahu wa ta'ala. En zo ga je denken, want op dat moment ga je niet meer zuiver kunnen denken. En Rasul sallam gaat zeggen, ik ben ervoor. Ik ben de geschikte persoon. En hij gaat naar Allah subhanahu wa ta'ala. En hij gaat in sujud. In een overlevering wordt gezegd dat hij voor 1000 jaar in sujud gaat blijven. Rasul sallam zegt zelf, فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الْمَحَامِدِ مَا لَا أَعْرِفُهُ الْيَوْمِ. Hij zegt, Allah subhanahu wa ta'ala gaat mij een ingeving geven over hoe ik hem moet prijzen. Wat ik nu, als jullie nu mij vragen, ik weet het niet. Dat komt ter plekke. فَيَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ. Hij gaat Allah prijzen, bedanken, alle 1000 jaar. Omwille van wie? Van de Ummah. Niet omwille van zichzelf, omwille van de mensheid. En dit keer, en ik zeg het echt, en het wordt opgenomen en het wordt live. Ik zeg, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, iedereen heeft hem nodig. Moslim, niet moslim. Dag des oordeels. Elke mens heeft Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nodig. Hij is voor de mensheid. Allah zegt over hem, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wij hebben je als een barmhartig voor de gehele mensheid. Alameen, mens en dieren en jinn en alles. Hij is voor iedereen. Voor alles wat Allah heeft geschapen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gaat dan knielen, gaat sujud doen en hij gaat om Allah subhanahu prijzen. Allah gaat tegen hem zeggen, ja Mohammed, irfa ra'sak. Sal tu'ata, ishfa' tu shafa'a. O Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rijs je hoofd omhoog. Vraag wat je maar wilt vragen. Stel, al die vragen zijn beantwoord. En je bemiddeling is aanvaard. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt, fa'afrahu. Ik ga zo blij zijn dat ik weer in sujud ga. Hij gaat weer in sujud sallallahu alayhi wa sallam. En weer voor 1000 jaar. Allah gaat tegen hem zeggen, kom maar omhoog weer. En Allah subhanahu wa ta'ala herhaalt hetzelfde. En dan zegt Rasulullah me weer van, ik ben zo blij dat ik weer in sujud ga. Voor de derde keer. Rasulullah subhanahu wa ta'ala gaat tegen hem zeggen, ja Mohammed, irfa ra'sak. Oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rijs je hoofd, vraag, stel je vraag. Je vraag is beantwoord. Hij zegt, ik ben zo blij dat ik weer terug wil gaan in sujud. Fayamna'uni rabbi. Mijn Heer gaat mij tegenhouden. Hij zegt, nee, is genoeg nu. Is genoeg. Ishfa. En dan ga ik, wat is jouw bemiddeling? Wat wil je? Dan gaat Rasulullah voor de gehele mensheid bemiddelen. Dit is de grootste shafa'a waar iedereen van gaat profiteren. Iedereen. Zelfs de dieren, iedereen. Want hoe ver zijn we nu nog? Hoe ver zijn we? Net opgestaan, hè? Het enige wat er gebeurt is, die vuur, die vonk als het ware, of die vlam, die heeft een paar mensen meegenomen. En that's it. En de zon is naar beneden gekomen, dus er is nog niks gebeurd. Hè? We hebben nog niet onze boek gekregen. We hebben nog niet onze daden gezien. Niks is nog gebeurd. En dan gaat Allah subhanahu wa ta'ala bemiddelen voor de gehele mensheid, dat Allah subhanahu wa ta'ala iedereen gaat berechten. Hatta yahkum bayna al-ibad. Zodat hij gaat berechten tussen de mensen. Van ja Allah, yallah. Dan gaat Allah subhanahu wa ta'ala zeggen, jouw bemiddeling is aanvaard. Hij zal de bemiddeling van Rasulullah aanvaarden. En dan begint het werk. Dan begint Allah subhanahu wa ta'ala eerst met de dieren. De dieren. Dan komen alle dieren bij elkaar. De ene dier die een andere dier pijn heeft gedaan, die zal die dag ook pijn moeten lijden. Dat gaat bij Rasulullah gaf een voorbeeld van een ram. Als een ram die horens had in deze wereld, een andere ram of een ander schaap is aangevallen zonder horens. Kijk, als ze allebei horens hebben, dan is het kit. Weet je, dan ben je even sterk. Maar een eentje met horens en die valt eentje zonder horens aan. Allah zegt dag des oordeels. Rasulullah zegt, sorry, dag des oordeels. Allah subhanahu wa ta'ala zal die twee schapen of die twee rammen tot leven brengen. Gaat hij die ene die geen horens heeft, horens geven. En hij gaat tegen die zeggen, yallah, sla, val die andere aan. Alle dieren. En als ze dat hebben gedaan, Allah gaat tegen hen zeggen, kunu turaba. Kunu turaba. Wees zand. De ongelovigen, de slechterikken, die mensen die in Allah subhanahu wa ta'ala geloven, die niet in de hiernamaals geloven. Als ze dat zien, weet je wat ze gaan zeggen? Ja, lay, wa qala al-kafiru, ja, laytani kuntu turaba. Dat is het moment dat ze gaan zeggen, oh, was ik maar ook een dier, dan was ik nu op dit moment, ook finito, was ik gewoon aarde en was het klaar met mij. Als dat is gedaan, dan komt de mens tevoorschijn. Dan gaat Allah subhanahu wa ta'ala in het begin een soort ard. Nee, eerst tatayur suhuf. Allah gaat de opdracht geven aan de engelen. En Allah gooit de boeken in de lucht. Geef iedereen zijn boek. Jouw boek gaat jou opzoeken. Het lijkt een sprookjesverhaal. Het lijkt wel een, hoe heet die film? Harry Potter film zo'n beetje. Maar echt, ik zei het in mijn lezingen, heb ik het eerder gezegd. Van, al die films zijn meestal, dat soort films zijn gebaseerd op ahadith. De boeken zullen vliegen. Jouw boek zal naar jou toe komen. Ik zeg vliegen, want in de Koran staat tatayur suhuf. Ze zullen vliegen en hij gaat jou opzoeken. Jij wil hem met je hand, of jij inshallah krijgt hem met je rechterhand. Men wil hem met zijn rechterhand pakken. Er zullen mensen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons tot hen doen behoren, die krijgt hem speciaal in zijn rechterhand. Zo. Dan mag jij hem pakken. En sommige mensen krijgen hem in hun linker. Al wilt u met zijn recht, maar die recht die is stijf, die beweegt niet. De enige wat beweegt is de linker. En dan pakt hij zijn boek met zijn linker. Er is nog een ergere categorie. En die krijgen hun boek wara'a dhahri. Faman utiya kitabahu wara'a dhahri. Dus zullen het boek achter hun rug moeten pakken. En dat zijn de ergste. Dit is het moment van bezinking, zoals ze zeggen. Dit is het moment van nadenken. Allah zegt, dan komt er een stem, een oproep, dat is wat ik wil zeggen, een oproep. Iqra kitabak. Iqra kitabak. Een oproep wordt gedaan. Reciteer of lees je boek. Misschien kun je niet lezen in deze wereld, maar geloof ik, dat is orders, ga je kunnen lezen. Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Je moet hem zelf lezen. Je hebt geen vertaler nodig. Je hebt, weet ik niet. Kijk, nu misschien als je een brief krijgt in het Engels of in het Frans of in het Spaans of in een andere taal die je niet kent, ga je naar een vertaler. Hoeft niet. Jij moet hem zelf lezen. Wij gaan allemaal onze boek open doen. Wij gaan erin kijken. Weet je wat het ergste is? Wij gaan schrikken van onze eigen daden. Wij gaan schrikken. Allah heeft het gezegd in de Koran. Als we erin lezen, qalu. Zij zullen zeggen, mensen zullen zeggen. Ma li hadha al-kitab. Wat heeft deze boek? Wat bezielt deze boek? Mijn woorden. Wat heeft deze boek? Wat is er gaande met dit boek? Ma li hadha al-kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wat heeft deze boek? Subhanallah. Hij heeft niks achtergelaten, groot of klein. Zelfs dat kleine dingetje die je alleen hebt gedaan, eenmalig in je leven, staat erin. Allah zegt, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. En ze hebben getroffen wat ze gedaan hebben. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. En Allah doet niemand onrecht. Allah gaat niet in jouw boek zetten wat jij niet hebt gedaan. Weet je dit moment? Je moet het zo zien. Sommige mensen, en daarna, nadat we gelezen hebben, ik ga even snel er doorheen, dan moeten we Al-Ard moeten laten zien, presenteren. Zal ik daarover praten of beter overslaan? Astaghfirullah. Ja, presenteren, weet je wat dat betekent? Weet je wat presenteren betekent of niet? Jullie hebben allemaal op school gezeten, toch? Wat betekent presenteren alstublieft? Ik weet het niet meer. Wie kan mij eraan herinneren? Jij mag het zeggen. Presenteren. Gewoon zeggen. Ja. Wat houdt presenteren in? Als iemand tegen jou zegt, je moet iets presenteren. Over iets vertellen en laten zien, toch? Alleen of aan iedereen? Begrijpen jullie nu waarom ik de hele zucht heb genomen of niet? Ja, Latif. Ja, Latif. Ja, Rabbi Terhamna. Ja, Rabbi Terhamna. Dan moeten we al onze daden presenteren. En weet je wie meekijkt? Weet je wie meekijkt? Broeder zegt iedereen. Weet je wat iedereen inhoudt? Van Adam tot de laatste persoon. Jouw ouders zitten tussen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zit ertussen. Alle boodschappers, alle mensen zitten ertussen. En jij moet nu je gaan presenteren. Je moet het zo zien. Je moet het zo zien. Als er nu 24/7 met jou een camera gezet wordt. Jouw telefoon wordt in de gaten gehouden. Jouw accounts die je hebt, Facebook, Insta, Snap, weet ik veel allemaal, en WhatsApp, al die accounts worden in de gaten gehouden. Jouw dag en nacht, zelfs als je naar het toilet gaat, alles wordt in de gaten gehouden. Of opgenomen, hè? Gewoon 7 dagen. En na 7 dagen gaan we het als een film presenteren in een bioscoop. Waarbij je vader, je lacht al, je vader is erbij, je moeder is erbij, je vrouw is erbij, je kinderen zijn erbij, je kleine kinderen, iedereen, tasseroon fasila, iedereen is erbij. Hoe zou het zijn? Hoe zou het zijn? Allah yarhamna. Begrijpen jullie wat al-ard betekent? Presenteren. Als we het nu al niet durven te doen. Om onze daden te laten zien. Maar geloof me, mijn beste broeder, zuster, mijn beste studenten die meekijken. Geloof me. Allah weet het. Dat jij op jouw broertje doet. Met wie jij aan het chatten bent. Wat jij allemaal stuurt. Ik heb daar een lezing over gehouden vorige week. Mijn advies is echt, bekijk die. Social media in de islam. En die is gewoon op Facebook terug te vinden en op YouTube. Al wat jij doet allemaal op je mobieltje. In jouw privéleven. Naden, als iedereen slaapt. Iedereen, en je papa en je mama denken dat jij aan het slapen bent. Maar jij bent nog op jouw telefoon. Allah ziet dat. En weet je wat het ergste is? Hier kun je het nog geheim houden. Maar hoe gaan we dat doen daar? Hoe zullen we het daar doen? Je moet het presenteren. Mag Allah ons vergeven. Mag Allah ons behoeden. Daarom zegt Rasulullah: men satara musliman fi dunya satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Allahumma astur uyubana. Wie een moslim zijn zonden in deze wereld bedekt, Allah zal hem bedekken yawm al-qiyamah. Er zijn mensen die zullen bedekt worden door Allah. Jij komt, je bent helemaal bang, want je weet wat je allemaal hebt uitgesproken in dat boek. Je ziet alles. Alleen dat geeft je al een hartaanval. Heel eerlijk, alleen dat al zou jou een hartaanval bezorgen. Maar ja, de dood bestaat niet. Het is finito. En dan zegt Allah, je wil net beginnen met je presentatie. Je komt er niet. Dan zegt Allah, Allahu Akbar. Dat is al een succes. Dat is al een grote succes die je hebt geboekt. En dat kan je doen door de moslims in deze wereld te bedekken. Maar de jongens, meisjes, broeders, zusters die elkaar, na'udu billah, explosen, niet bedekken en iemand anders zonden. Ah, heb je die gezien? Heb je die meisje gezien? Heb je die jong gezien? Oh, die meisje die dat. Mijn beste broeder en zuster, dan moet je echt bang zijn, want hoe jij iemand explost in deze wereld, gaat Allah dat doen met jou yawm al-qiyamah. والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. Wat je doet, daar word je mee beloond. Bedek je? Iemand komt met geruchten. Ik zeg geruchten, het is niet eens waar. En je zegt, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Een gerucht over iemand. Oh, heb je die zuster gezien? Oh, ik heb haar gezien met die en die. Oh, ik heb die broeder gezien met die en die. Zij heeft dit, zij heeft dat. En je zegt, na'udu billahi minash shaitanir rajim. Ik hou me bezig met mijn eigen zondes. Als hij doet, mag Allah hem vergeven. En je houdt het bij jou. En je bedekt. Allah zou jouw dag des oordeels. Op dat moment, bedek. Yawm al-Ard. Dus er zullen mensen bedekt zijn. Mogen Allah ons bedekt worden. Mogen Allah ons tot hen doen. Behoren, ya Rab. Hoe lang gaat dat duren weer? Allahu a'lam. Hoeveel mensen zijn op deze aarde geweest? Van Adam tot laatste. Miljarden, biljarden. Eén voor één. De wachtlijn, als je soms opbelt. En dan zeggen ze, er zijn nog twee wachtenden voor u. En dan soms, mashallah, de eerste die net voor jou was, die heeft een hele moeilijke vraag. Hoe vaak hang je dan op? Van ja, het duurt te lang. Dit zijn niet één of twee mensen wachtende voor u. Maar het zijn biljarden die voor u wachten. Ik geef jullie wel één ding. Zoals Rasulullah heeft gezegd, alhamdulillah, wij zullen de eerste met wie wordt afgerekend. Wij zullen de eerste die berechtigd wordt. Wij zijn de laatste, maar wel de eerste. In deze wereld zijn wij de laatste. Maar dag der oordeel, des oordeels, zullen wij de eerste zijn. Als dat klaar is, iedereen heeft zijn boek gehad. En iedereen heeft gepresenteerd die moest presenteren. En nu komt het. Dan gaat Allah subhanahu wa ta'ala de opdracht geven aan de engelen om de mizan, de weegschaal, neer te zetten. Het is geen digitale weegschaal. Het is een weegschaal met twee. Zoals die oude, weet je, als je naar een rechtbank gaat en dan zie je zo die weegschaal. Met die twee borden, zeg maar, schalen. Zo'n weegschaal wordt er neergezet. En weer één voor één. Een rij van hier tot, niet tot Tokio, maar tot de maan. Een rij, één voor één. Rasulullah heeft gezegd: men nuqisha al-hisaba uthib. Iedereen, hè? Wa in minkum illa wariduha. Iedereen moet langs de wegschaal gaan. Iedereen. En wat wordt daar gewogen? Jouw hasanat en jouw seji'at. En ja, sorry als ik het te lang maak, maar op dat moment mensen, zoals men heeft gezegd, mensen zullen komen met, je bent heel blij hè. Wauw, ik heb mashallah zoveel hasanat gedaan. Bergen aan hasanat. Maar voordat je daar gaat, want dit is een berechting, Allah gaat rechten spelen. Komen mensen schreeuwen, ja Rabbi, oh, wacht. Die hasanat, die ga je daar in zijn wegschaal zetten. La, ja Rabbi, la. Shatamani, hij heeft mij uitgescholden. De andere zegt, ja Rabbi, hij heeft mij dit aangedaan. Ja Rabbi, hij heeft mij dit aangedaan. Ja Rabbi, hij heeft mij dit gedaan. Allah zegt, oh, wacht even, we gaan nog niet wegen. Stop. Oh, ja, kijk maar in de boek. Ja hoor, het staat in de boek dat hij die en die heeft gescholden, die en die uitgescholden, die en die heeft gelasterd, die en die heeft dit gedaan. Weet, alles wat je tegen de medemens hebt gedaan. Allah gaat de engelen opdracht geven. Een laster kost 100.000 hasanat. Geef hem 100.000 hasanat. Roddelen kost, ik zeg maar 100.000, ik noem maar een getal. Het is niet zo dat, dat het in de hadith is. Want sommige mensen die... Ja, maar Sheikh Said heeft... Het is gewoon aibadullah, gewoon om een bult te creëren. Geef hem zoveel hasanat. Al die hasanat gaan op. Maar er zijn nog steeds mensen die hun rechten willen. Allah gaat zeggen, pak van de seji'at van die mensen en zet het op zijn, in zijn boek, op zijn weegschaal. Ja, weegschaal was, hasanat waren boven en seji'at waren beneden. Of sorry, omgekeerd. Omgekeerd, hasanat waren veel, boven, waren zwaarder en seji'at waren in de lucht als het ware, was een beetje weinig. Wat gebeurt er? Die weegschaal, die beweegt. Voor de zusters, als jullie internet hebben, kun je... Oh ja, het is niet nu live natuurlijk. Dan, jammer dat ze daar geen dinges hebben, geen bimmer hebben geplaatst. Volgende keer inshallah. Alhamdulillah, deze is al heel veel, alhamdulillah. Dus de weegschaal, die beweegt zo. Begrijpen jullie wat ik bedoel? En dan, hasanat zijn op. De weegschaal gaat, seji'at gaan naar beneden. En niet alleen dat. Nog meer seji'at erbij, nog meer seji'at erbij. Tot hij vol seji'at wordt. Ja, want dan is de weegschaal... De hukm is al gedaan. De uitspraak is dan vanzelfsprekend. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala... Khuduhu faqdifuhu finnar. Neem hem. Die gaat richting Jannah. Daarom zegt Rasulullah wat ik net heb genoemd in de hadith. Men nuqish al hisab. Als Allah, oh wee, als Allah tegen jou zegt waarom. Dan is het... Weet je, als Allah tegen jou zegt, want sommige mensen gaan zetten hun hasanat en seji'at op die weegschaal, zetten voor formaliteit. Gewoon omdat het moet. Allah gaat zeggen, schrijf. Jalla, doe eens. Dus weet je, als je naar Marokko gaat, dan kies je dat, kies je of dan kijkt iemand, of als je naar Turkije gaat, of welk land dan, ik als Marokkaan, als ik daar langskom, dan, al-haj, andik shi haja ullah. Toch? أنا وياك نمشيو أنا بالطوموبيل ديالي هو بالطوبيس ديالو أنا يشوف فيا الحاجة اش عندك تما كاين شي حاجة نقول له والو قال لي دوز هذا الله يرضى عليك أن بعد ديوانة دان فراغ زياو wat heb je daar toch? Dan zeg ik, ik heb niks kleren. En hij kijkt, oké, dit is niet opvallend. Dan zegt hij, kijk, dat is gewoon van formaliteit, of wat dat ook heet. Dus, ga maar. En dan komt er iemand met zo'n busje. Ondervol, binnenvol, bovenvol, zijkanten vol, overal vol. 2 auto's op elkaar, bewijzen van. Gaan ze ook zeggen, dus? Nee. Dan gaan ze, kom jij. Gewoon... Aan de kant. Dat aan de kant, dat is men nuqish al-hisab. En als, gewoon om een voorbeeld te creëren. Als je dan aan de kant wordt gezet, meestal die mensen met busjes, geloof me, dan is zijn hand al in zijn zak. Hij staat al klaar, want hij moet betalen. Klaar. Het is gewoon een voorbeeld om een beeld te schetsen. Is het precies hetzelfde. Sommige mensen zullen komen. Allah gaat, ze gaan langs. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, goed, ga maar, ga maar, ga maar. Maar als Allah tegen jou zegt aan de kant of waarom heb je dit gedaan? Dan is het boete. Dan is het, dan is het, na'udu billah, mag Allah ons behoeden. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons de vraag niet stellen waarom. Want we hebben geen antwoord. Als Allah tegen jou zegt, waarom heb je gelogen? Waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dit gedaan? Wat is jouw antwoord? We hebben geen antwoord. Op dezelfde moment zullen ook mensen komen met 50-50. Hun weegschaal zal zo zijn, echt zo 50-50%. Hij heeft één hasana en die weegschaal die wordt zwaarder. Hasanat wordt zwaarder, mag hij naar Jannah. Allah geeft hem een kans. Hij gaat tegen hem zeggen, mijn dienaar, ga en zoek hasanat op. Dan gaat hij, naar wie ga je als eerst? Naar je moeder. Je broer, je vader, weet je, je familie. Want ook nu in deze wereld, als jij wil lenen en je zit in de problemen, dan ga je naar de familieleden, dichtbijzijnde. Allah zegt in de Koran, als ze langskomen. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yawma yafir, iedereen loopt van elkaar weg. Je gaat naar je papa, papa, ik ben je zoon, ik heb dit voor jou, ik heb toch dit en dat. Je gaat alles noemen. Hij zegt, mijn zoon, één hasana. Sorry mijn zoon, ik wil je mijn hele leven geven, maar die hasana, ik heb, want hij staat nog in de wachtrij. Hij staat in de rij. Ik heb hem zo, want ik weet het niet. Als ik die jou geef, en ik dan? Het is ik daar. Je gaat naar je moeder, je gaat naar je dochter, je gaat naar je zoon, je gaat naar je vrouw, je gaat naar je man. Iedereen langs. Iedereen gaat zeggen, sorry. Waarom? Iedereen is bezig, iedereen is aan het denken. Je mag blij zijn als ze jou aankijken. Iedereen is bezig met zichzelf. En dan gaat hij misschien terug. Zoals hem vertelt over een persoon. Hij heeft één hasana nodig en hij gaat iedereen af. Teleurstellend gaat hij weg. Terug. En weet je, als jij zoveel hebt betekend voor iemand. En jij wil iets en ze geven het niet. Hoe teleurstellend is dat in deze wereld? Ik was er altijd voor hun, ik heb dit. En dan, nu ik ze nodig heb, niemand vraagt naar mij, niemand is er. Het raakt je diep. Dacht dus, oh, dit is nog erger, want je weet nu, gaat naar Jahannam zeker. En misschien heeft je vader ook extra hasanat, maar hij is bang. Hoe teleurstellend ga je zijn? Dus eigenlijk, je hele familie stuurt je naar Jahannam van sorry. Met tranen in je ogen, als het ware, ga je terug. Wetend, met zekerheid dat je naar Jahannam gaat. Hoe zou je gezicht eruit zien op dat moment? Dan loop je langs een broeder, een zuster, een vriend. Jouw BFF. Best friend forever. Jouw BFF. Je loopt langs die BFF en die ziet jou. Mohammed, wat is er? Wat moet ik zeggen? Mijn vader, moeder, die en die. Niemand die mij wil. Ik heb alles gedaan. Ik heb maar één hasana nodig en niemand wil me helpen. Hij zegt, wat heb je nodig? Hij zegt, ik heb één hasana. Eén maar. Hij zegt, je kent mij toch? Ik ben jouw beste vriend. Je weet, ik heb niet zoveel hasanat. Je wist toch hoe ik was? Ramshit via, zoals we zeggen. Het is toch dam met mij, weet je. Ik heb alleen maar één hasana. Als ik kijk in mijn boek, ik heb er... Dus hier, subhanallah, geeft ook aan, jouw beste vriend hoeft niet per se een hele vrome persoon te zijn, hè? Maar dan dat is weer een hele andere lezing over wie is jouw beste vriend, wie kan jouw beste vriend zijn. Hij geeft jou die hasanat, of hij geeft hem die hasanat. Hoe blij zou die zijn? Heel eerlijk. Weet je, je hebt nu bevrijd van Jahannam, je ziet het, hè? Je kijkt naar Jahannam, want die staat aan het koken. En mensen worden elke keer erin gedumpt. Dat zie je voor je. Die geschreeuw hoor je. Die gegil die hoor je. Die huilen. Geloof me, alleen dat al maakt je bang. En dan plots krijg je die hasanat. Zoals ze zeggen, je wil vliegen van de blijdschap. Die persoon die gaat ook dan niet meer rustig lopen. Die rent terug naar Allah. Ik heb hem, hier heb ik hem. Allah zegt, Mashallah. Allah weet alles natuurlijk. Mashallah. Wie heeft u gegeven? Hij zegt, mijn vriend. Allah gaat de opdracht geven aan de engelen. Breng die persoon hier naartoe. Die persoonskind, die weet is toch... met hem is het toch gedaan. Zoals ze zeggen. Dus hij is niet bang. Hij is bang, maar... er is geen verandering. Hij wordt gehaald. Aan hem wordt gezegd, waarom heb je me jouw hasanah gegeven? Hij zegt, ja Allah, het is mijn vriend. Ik geef om hem. Beter dat één van ons naar Jannah gaat, dat we allebei naar Jahannam gaan. Dat is je vriend, die jou voorop zet. En niet alleen zijn belangen wil. Degene die zijn belangen wil, dat is niet jouw vriend, dat is jouw vijand. Jouw echte vriend is, hij geeft jou te eten en hij blijft met honger. Hij geeft jou kleren, zijn jas, terwijl hij met kou blijft, als het ware. Hij zet jou voorop. En nu mag je je vrienden gaan kiezen. Zoek maar in jouw lijst hoeveel echte vrienden je hebt. En niet vrienden van Facebook. Mensen zeggen, ik heb 10 vrienden. Geloof me, als je echt gaat zoeken, misschien heb je er 1 of 2 met moeite. Als je die kan vinden. Als echte vriend. Allah gaat zeggen, jij bent gul met hasana. En ik ben de gulste van de gulste. Akramul akramin. En jij zet hem voorop. Allah gaat zeggen tegen hem. Khud biyadi sahibik. Neem de hand vast van jouw vriend. En ga allebei naar Jannah. Ga allebei naar het paradijs. En dan worden ze allebei vergeven. Dan gaan ze naar het paradijs. Na die mizan, na de weegschaal, dan wordt er de sirat opengesteld. Sirat, zoals men heeft, dat is de brug. En die brug wordt getrokken over Jahannam, gebouwd over Jahannam. Die is beschreven in details. Hij is dunner dan een haar. Scherper dan een scherpe mes. Zo, dat is wat dat. En... ala janibayhi, ala hafatayhi, kalalib. En langs van beide kanten zijn er van die kranen. Weet je die hefkranen, of hoe dat ook heet? Haskranen, hefkranen? Hijskranen. Weet je die... Niet dat van de kermis waar je een eurotje gooit of weet ik hoeveel. Vroeger was het een gulden en dan probeert hij wat te pakken en nooit pakt hij wat. Dan is bij gulden, bij euro. Zoiets. Dat heet in het Arabisch kalalib. En die pakt mensen. Die zitten gewoon zo, echt zo. Weet je, zo'n. Als je zo'n spelletje speelt en die moet. Zo is dat. En dan komen we bij de sirat. En de sirat is voor de moslims, de gelovigen. Want de niet-gelovigen zijn al lang in Jahannam gegooid. Na Mizan, Jahannam. Dit zijn degenen die Mizan hebben overleefd. Dus we komen. En dan komt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En dan zeggen mensen, waarom hou je van die persoon? Het is niet dat ik alleen van hem hou. Ik ben gek, ik ben dol op hem sallallahu alayhi wa sallam. Bij elke stap, ook bij de mizan, overal gaan we hem zien. En hij gaat daar staan. Oh, sallallahu alayhi wa sallam. Weet je wat hij gaat doen bij de sirat? Eigenlijk kon hij Allah naar paradijs gaan. Maar hij gaat bij de sirat staan. Aan het begin van de brug. En hij gaat dua doen. Allahumma sallim sallim. Ya Rabbi sallim sallim. Ya Rabbi sallim sallim. Ya Rabbi maak het makkelijk. Oh Allah maak het makkelijk. Oh Allah maak het makkelijk. Oh, dat is zijn dua. Gedurend tot zijn umma overheen gaat. En sommige mensen. Bismillahi masha'Allah. Die zullen als een bliksem er doorheen gaan. Sommigen als licht. Sommigen zullen als iemand die met zo'n hele... hoge PK, zeg ik het goed? PK-auto, weet je zo. Wof. Porsche Carrier, lekker. Mooi. Gewoon zo wof, er doorheen. En dan als een paard. En dan als een rennende persoon. En dan zullen mensen gewoon als dwalende. Hij zegt maar rustig. Er zullen mensen die zullen over Sirat gaan. Habwan. Habwan, kruipend. En dan moet je nog, vergeet niet, wat is er langs de Sirat? Die kranen. Die moet je ook nog ontwijken. Rasulullah heeft gezegd, in de hadith, beschreef een persoon. Die dus kruipend, die zal aan de overkant komen. En zijn kleren, of ja, niet zijn kleren, zijn huid is helemaal geschoren. Gescheurd. Helemaal wonden overal. Weet je hoe dat komt of niet? Door die kramen. En dan rent hij weg. Gaat bijna vallen. En dan... Met de moeite misschien komt hij aan de overkant. En vergeet niet, het is Jahannam. Hè? Jahannam van boven en die vlammen. En uiteindelijk komen we aan de overkant. Dan denk je, alhamdulillah. Nou, het is nog niet voorbij. We zijn nu voorbij de Sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wordt overgebracht. Iedereen wordt opgehouden. Allah subhanahu wa ta'ala gaat een grote meer, die heet al-Hawd, geven aan Rasulullah sallam. De bron vanuit de muur van Jannah, die daaruit komt, zeg maar, de kraan die meer vult, heet El Kauthar. Inna a'tainaka El Kauthar. En de hout is dat is de bron. Kauthar is de bron. En de hout is dus de meer. En Rasulullah gaat daar staan en gaat iedereen te drinken geven. Zelf met zijn eigen hand. Rasulullah zegt, de koep, de kopjes, de glazen, de bekers van mijn hout bi'adadin ujumis sama' zijn evenveel als de sterren in de hemel. Ontelbaar in andere woorden. En wie daarvan drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. Daarna, nu komen mensen. Alleen de volgers van Rasulullah sallam. De anderen zitten allemaal in de wacht. 1, 2, 10, 20, 30.000 miljoen gaan voorbij. Hoe herkent Rasulullah sallam ons? Door onze wudu plekken en onze sujud. Onze sujud en onze wudu plekken gaat Rasulullah ons herkennen. Dan komt er een groep mensen, groep of... Die zijn ook voorbij Sirat, hè? Die komen. Rasulullah gaat ze herkennen. Hé, dit zijn mijn mensen, kom maar, alstublieft. Boom, wordt er een gigantische grote muur gemaakt door de engelen. Nee, tegengehouden. Illa antum, behalve jullie niet. Rasulullah gaat zeggen, innahum min ummati, a'ibadallah, dit zijn mijn umma, kijk naar hun wudu. Kijk naar hun voeten, kijk naar hun hoofden. Het zijn mijn umma. Dan zegt de engel, ja Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tadri mada ahdathu ba'dak. Je weet niet wat ze gedaan hebben naar jou. Innahum baddalu wa ghayyaru. Ze hebben jouw sunnah vervangen met iemand anders' sunnah. Ze hebben iemand anders gevolgd. Ze hebben jou niet gevolgd. Bedloegiru. Ze hebben beddalu wa ghayyaru. Ze hebben alles vervalst. Ze hebben jou niet gevolgd. Dan wordt Rasulullah sallam boos. Eerlijk. Heeft hij gelijk om boos te worden of niet? Iemand die zijn hele leven heeft opgegeven voor jou. Hij wil niet naar het paradijs tot jij gaat. Hij stond daar. Hij heeft bemiddeld. Hij is niet over de brug tot jij overgaat. Hij heeft alles gedaan om jou. En ik heb nog niet alles gezegd. De lezing is er ook. Er is een lezing over Rasulullah, wat hij voor ons heeft betekend. Je gaat er van tranen, je gaat er huilen. Wat hij allemaal voor ons heeft betekend. En dan? Ga je iemand anders volgen? Ga je iemand anders als jouw rolmodel nemen? Ga jij iemand anders als jouw ijdel nemen? Sorry. Dan heeft hij echt gelijk om boos te worden. En dan wordt er zoals helemaal pas boos. De hele reis als het ware is hij niet boos geworden. Maar nu... Kan niet. Dan zegt Rasulullah sallam, suhqan, 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 khuduhum ila an-nar. Suhqan betekent in het Arabisch weg, nog dieper dan dat, weet je. Weg ermee, weg ermee, weg ermee. Neem ze naar Jahannam. Allahumma la tusammi'na hada. Mocht Allah ons dit niet doen laten horen. Want als we kijken naar ons leven, waar is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en waar is onze leven? Waar is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en waar zijn wij? Als het gaat om levenswijze heb ik het over. Die worden weer teruggebracht naar Jahannam. Dus naast Sirat moet je niet denken van yes, ik ben er. Want dan heb je nog een ander probleem. En dan pas is het klaar. Heeft iedereen gedronken? Dan is er een rivier. Ismuhu Ainul Hayat. Een rivier. Die gaat al iedereen schoonmaken. Want we hebben nog zondes. Iedereen heeft een beetje zondes. En dan gaan we langs de rivier heen. Iedereen is nu nieuw, zoals ze zeggen. En dan gaat Rasulullah sallam naar de poort van Jannah. Gaat hij aankloppen. Dan zegt Ridwan. Ridwan is de wachter. De poortwachter. Man bilbaab, wie is daar? Fayaqul Muhammad ibn Abdillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt, ik ben het, Mohammed, de zoon van Abdullah. En dan gaat hij zeggen, ja Mohammed, wallahi inni umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Ik zweer bij Allah, ik heb de opdracht gekregen dat ik voor niemand eerder dan jou de poort mag openen. De poort gaat open. Alle deuren van de Jannah gaan daarna open. Hoeveel poorten heeft Jannah? 8. Een van die poorten heet Rayyan. En daardoor gaan de mensen van die vasten. Er is een bab zaka, bab sadaqa, afwan, bab birr al-walidain, 8 in ieder geval. Jouw naam wordt geroepen, want je kan niet zomaar door een poort heen. Fulan ibn Fulan, die en die. Dan ga ik, oh, welke poort? Weet je toch, als je hier gaat naar Bali 1, Bali 2, Bali... Oh, naar poort 3, ren je daar naartoe, ga je die kant op. Er zullen mensen zijn die worden geroepen van alle 8 poorten. Alle 8. Abu Bakr, toen hij dat hoorde, hij zei, ja Rasulullah sallam. Ben ik een van hen? Qala na'am. Oh ja, zeker Abu Bakr, jij bent een van degenen die van al die poorten wordt geroepen. En wij kunnen het ook zijn. Als jij een sadaqa geeft, als jij vast, als jij goed bent voor je ouders, als jij dus die 8 zaken doet, allemaal, dan word jij ook van allerlei, van een van die poorten geroepen. De namen worden geroepen. De poorten zijn open. Waar is Rasulullah sallam? Wat denken jullie eerlijk? La ilaha illallah. Weet je waar hij gaat staan? Hij gaat bij de poort staan. Yalla, tkhul intalul. Yalla al-hajj misqul. Yalla al-hajj filan. Yalla die. Iedereen, hij gaat iedereen binnenlaten. Tkhul inta, tkhul inta, tkhul inta. Jij eerst, jij eerst. En hij wacht. Geloof me, ga je van deze man houden of niet? Zelfs je moeder en vader doen dat niet met jou. Hij gaat daar wachten tot iedereen Jannah binnen is. En als iedereen het paradijs binnen is, en dan Allah subhanahu wa ta'ala roept, de dood op. Jannah, iedereen is nu in Jannah, iedereen is in Jahannam. Er is nog een tussenstap. Want de Shafa'a die komt daarna. Als iedereen Jannah binnen is. En dan begint de bemiddeling. De bemiddeling. En dan gaat... Die hafid al-Quran is, die gaat bemiddelen. Shahid gaat bemiddelen. Geleerden gaan bemiddelen. Baby's gaan bemiddelen. Goede, vrome mensen gaan bemiddelen. Ja Rabbi, fulan, die is in Jahannam. Oké, Allah subhanahu wa ta'ala gaat zeggen, is goed, ga hem halen. Dat begint dan, het werk van bemiddeling begint dan. Ga hem halen, ga hem halen, ga hem halen, ga hem halen, ga hem halen. Iedereen heeft zijn mensen waar hij voor mag bemiddelen gehaald. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gaat bemiddelen. En hij blijft 3 keer heen en weer gaan. Ja Allah, ja Allah, ja Allah. En als dat gebeurd is, als de bemiddeling is, en dan komt de grootste bemiddeling van Allah subhanahu wa ta'ala, van haal. En die bemiddeling natuurlijk, dat neemt weer even duizenden jaren, als het niet miljoenen jaren, in beslag. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, als dat allemaal gebeurd is, nu moet je de dood roepen. Haal de dood naar voren, tevoorschijn. En de dood zal in een vorm van een ram, schaap, mannelijke schaap, ram, kebsh, akran, met horentjes, met horens, naar voren gebracht. En die wordt tussen Jannah en Jahannam in geslacht. Weet je wat Rasul heeft gezegd? De mensen van Jahannam zullen geen spijt krijgen, geen pijn en geen pijn voelen als die dag. Want weet je waarom? Ze hadden nog hoop dat ze dood zouden gaan. Want de dood is nog, die bestond nog. Ze hadden nog de hoop van, weet je, misschien gaan we dood en dan is het klaar en finito. Maar nu de dood zelf wordt geslacht van, en dan wordt er een oproep gedaan. Ja ahlal jannah, khuludun bila maut. وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلَا أَهْلِ الْمَوْتِ. In de hadith, Allah gaat zeggen, oproep gaat gedaan worden van, o mensen van Jannah, forever, voor altijd zonder dood. Jullie zullen nooit meer doodgaan in Jannah. O mensen van Jahannam, jullie zullen blijven in Jahannam, forever, voor altijd, er is geen dood. En op dat moment zullen de mensen van Jahannam zo'n grote geschreeuw laten horen, dat als de dood niet dood zou gegaan was zelfs de mensen van Jannah zullen doodgaan van die geel en die geschreeuw en die gehuil. En dan is iedereen in Jannah. Degenen die in Jannah zijn in Jannah, en degenen die in Jahannam zijn, die zijn dan in Jahannam. En daar pas begint het genot. En dan pas beginnen we te genieten in het paradijs. Dit waren in het kort, zoals ik zei, marahil al-qiyama, oftewel na de dood, na het graf, hoe en wat. Dit zijn de stappen, de halten die elke mens van ons mee gaat maken. De vraag is, mijn beste broeders en zusters, in hoeverre ben ik ervoor bereid? Ik weet ze. Ik weet nu wat mij te wachten staat. Allah zegt in de Koran, alhaakumut takathur. Weet je wat jou bezighoudt? Alhaakum. Misschien alhaakum, en ik kan zeggen alhaakum, hier asa. La. Lahatkum. Bedderij, ik kan zeggen. Lahatkum. Thrhash. Lahatk. Alhaakum. Tlahitu. Bezigheid. Wat heeft jou bezig gehouden? Takathur. Meer, meer, meer. Men heeft een salaris van 2000, hij wil een salaris van 3000. Hij heeft een inkomsten van weet ik veel, hij wil nog meer. Rasul zegt, لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث. Als een kind van Adam twee rivieren, kanalen van goud zou hebben, dan wil hij een derde. Alhaakum at-takathur. Maar tot wanneer? Hatta zurtumul maqabir. Tot jullie bij het graf komen. En dan pas wordt men wakker. Dus mijn beste broeders en zusters, wij moeten niet achter de wereld alleen maar aanrennen, maar ook iets doen voor onze Akhira. Vergeet niet je Akhira. Vergeet niet jouw graf en wat daarna komt. Ben ik er bereid voor? Ben ik bereid om mij te presenteren met mijn nek omhoog en met mijn blije gezicht van, ja, hier heb ik het jarp, hier, kijk wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb zoveel mensen tot de islam geroepen. Zoveel, Abu Bakr als hij aan Omar het zei, de Sahaba. Waarom moeten we naar Sahaba gaan? Tariq ibn Ziyad, is een Marokkaan toch? Mohammed Fatih is een Turk. Als deze mensen hun presentatie willen houden, gaan ze bang zijn? Tariq ibn Ziyad, die zegt, ja Allah, weet je hoeveel mensen door middel van mij moslim zijn geworden? Hele Europa. Ik heb de islam tot aan Poitiers gebracht. Poitiers. Net onder hoe zeg je dat? Onder Parijs. Abderrahman al-Ghafiqi was een van zijn leiders in zijn leger. Zijn graf is in Poitiers, of dat ook heet, in die pot. المهم زيد يدي بوت دار زي خرف إزدار علاش waarom zijn daar begraven? Kijk, we hebben ook begraven hier. Mensen zijn die hier begraven, maar waarom zijn ze gekomen? Groot verschil tussen die en die. Daarom, mijn beste broeders, bereid je voor. Voor de echte leven. En dat is na het hiernamaals. En Allah heeft ons Ramadan gegeven. Dat is het beste moment. Het beste moment om je daar goed in te trainen. Zodat je na de Ramadan verder kunt. Alhamdulillah, tijdens Ramadan moskeeën zijn vol. Weet je wat ik niet begrijp? Heel eerlijk. En ik zeg het niet alleen hier, ik zeg het, dit wordt wereldwijd inshallah. Wat ik niet begrijp, nu kun je wel naar Isha komen. Nu kun je wel naar de moskee komen met de Isha. Na Ramadan, waarom zou je niet kunnen? Wat is de reden dat je niet naar de moskee komt met Salat al-Isha na Ramadan? Wat houdt jou bezig? Want die bezigheden heb je nu ook. School heb je nu ook. Werk heb je nu ook. Vermoeidheid, nu is het meer. Want je vast. Dus wat is het? Natuurlijk, er is nog ook iemand die opgesloten is vandaag. Shaitan natuurlijk, die is er ook. Maar probeer nu om hem knock-out te slaan. Zodat hij niet zoveel effect gaat hebben op jou na Ramadan. Dat je ook, hoe je nu bezig bent met je dien. Mashallah, tarawih. Extra gebeden, extra dhikr, extra Koran. Dat je op zijn minst iets houdt na Ramadan. Inshallah ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala. An yuwaffiqana wa iyaakum lima yuhibbu wa yarda. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala. An yaghfir lana dhunubana. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam. وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين